Hallo iedereen en welkom in een nieuwe video. Zoals ik beloofd had in het weekend, ik denk in een van de laatste video's, ging ik jou iets meer vertellen of een antwoord geven op de vraag die van een van mijn klanten kwam. Van, klopt het, Lindsay, dat oogcontact bij orgasme heel belangrijk is? En vooraleer dat ik daar een antwoord op geef, wil ik eigenlijk eerst een gechannelde boodschap lezen. En dat is een boodschap die ik gechanneld heb. En ik ga eventjes spieken, want ik weet natuurlijk niet de datum. Die ik gechanneld heb op 28 augustus 2019. Als je het wil nalezen, de channeling staat ook in mijn boek 96 Vlammen. En het bericht ging of gaat eigenlijk over het effect van een heilige relatie. En waarom heeft dat te maken met de vraag van oogcontact bij orgasme? Omdat het antwoord dat ik jou ga geven belangrijk en ook verbonden is met wat ik eerst hier ga in uitleggen of lezen. De channeling die kwam van Dolian. Dolian is eigenlijk een oversoul, een gids van het licht, dat is eigenlijk een energie die al reeds in eenheid leeft. En die eigenlijk een soort van verantwoordelijk is van een hele groep zielen die werken voor licht en liefde en voor die eenheid. En hij of zij, want eigenlijk is er geen geslacht in, of toch niet zoals dat wij het kennen, zei het volgende over het effect van een heilige relatie. Een seksuele relatie waar niet alleen de behoeften van het ego, en dus enkel op fysiek vlak vervuld worden, maar één die ontstaat vanuit de verbinding van twee zielen, is tegelijkertijd ook een middel voor ascensie en healing. Een heilige relatie ontstaat wanneer twee zielen, elk in balans met hun eigen mannelijke en vrouwelijke energieën, samenkomen vanuit heelheid. Op het ogenblik dat deze zielen intiem zijn, ontstaat een alchemistische reactie waarbij heel veel energie vrijkomt. En die energie kan aangewend worden om het lichtlichaam te versterken. Als deze twee zielen bovendien goddelijke vlammen zijn, en dan bedoelt hij daarmee tweelingvlammen zijn, dan heeft deze alchemistische reactie liever niet alleen een positieve invloed op het welzijn en de essentie van de twee zielen zelf, ook collectief worden enorme lasten getransformeerd, gezuiverd en vrijgemaakt, zodanig dat de gouden diamantenenergie van de bron kan ontvangen worden door elke ziel op aarde. 2020 is het jaar waarin de mens zal leren om het licht in zichzelf te voeden, te verzorgen en door te geven. Van zodra genoeg mensen verenigd zijn in een heilige relatie, kan de aarde opgetild worden naar een volgende hogere energiefrequentie. Samen maken we het kristallenraster rond de aarde sterker, zodat meer energieën en vlammen naar de aarde gestuurd kunnen worden. Niet alleen het kristallijne lichaam van de aarde wordt gevoed door deze vlammen, maar ook de kristallijne lichaam van elke geïncarneerde ziel, dus ook die van jou. Door het verhogen en het lichter worden van de lichamen kunnen de lichamen meegenomen worden bij ascensie. En hierdoor kan elke mens ervoor kiezen om onsterfelijk te worden. De eerste stap naar onsterfelijkheid is het uitzuiveren van de mentale, de emotionele en energetische lichaam. En herinner je dat ik elke keer ook vertel in video's en zeker de mensen die met mij samenwerken, die weten ondertussen. Maar daarom, dat is de belangrijkste reden. Enkel op die manier kunnen de goddelijke vlammen ontvangen en verankerd worden. En met de goddelijke vlammen, dan bedoel ik de universele vlammen, waarmee dat we kunnen gaan werken, dat je kan gebruiken als tool voor manifestatie en healing. Niet andersom, nooit andersom. Dus we kunnen ze niet eerst verankeren en dan eigenlijk ascenderen, dat gaat niet. Door de pijnen en trauma's aan te kijken, kan je weer heel worden. Want je blauwdruk is er ook één van zuiverheid, eenheid en onvoorwaardelijke liefde. Dat is jouw essentie. Als je je afvraagt wie dat je bent, zeg dat tegen jezelf. Ik ben eenheid, ik ben onvoorwaardelijke liefde, ik ben zuiver. En van daaruit ga je dat wel merken. Weer je volgende stap of het volgende is op je pad. Verder nog een stuk in de boodschap. Pas in een later stadium van de ascensie van de planeet zullen de universele vlammen ook voor iedereen zichtbaar zijn. Niettemin is het belangrijk dat elke ziel leert werken met de vlammen om zichzelf klaar te maken voor de volgende fase in het ascensieproces. Niemand wordt aan zijn lot overgelaten. Niemand blijft achter. Zielen waarvan de hogere delen beslissen dat het proces te snel gaat of de energie-integratie te moeilijk is, kunnen vrijwillig het proces en dus de aarde op elk moment verlaten.
Deze zielen worden, zoals dat je weet, opgevangen door verschillende lichtwezens in de verschillende densiteiten en dimensies. Eén manier waarop deze zielen zich verder kunnen healen, is via de kristallen heelkamers, die elk hun eigen specialisatie hebben. En de verschillende lichtsteden die rond de aarde hangen, zijn verschillende heelkamers gemaakt. Zelfs de zielen die 's nachts op missie gaan om lichtwerk te doen of die lessen gaan volgen, gaan na afloop best eerst eventjes langs in de heelkamers, zodanig dat ze alle ballast dat ze overgenomen hebben tijdens het astrale werk kunnen transformeren en healen. Net als alles wat ze niet meer nodig hebben en die dus niet voor hun hoogste goed is. Het is niet nodig om dit mee te nemen naar het bewuste leven als mens, dus wanneer je weer wakker wordt, want de lessen die je op aarde doorworstelt, die zijn al zwaar genoeg. In licht en liefde, Dolian, gids van het licht en oversoul. Dus de reden waarom ik dit mocht delen, ik moest eventjes op pauze zetten, want ik was vergeten mijn laptop in de batterij op te laden. Maar dus de reden waarom ik dat moest delen en dus eerst die channeling moest delen, is omdat je zou begrijpen dat wanneer dat je intiem bent, wanneer dat je overgaat tot een seksuele relatie met een andere ziel, dat er eigenlijk zoveel meer bij komt kijken dan enkel alleen maar dat fysieke stuk. En dat ga je merken naarmate dat je eigenlijk als ziel evolueert, dat wanneer je enkel alleen maar fysiek met iemand verbindt, dat dat van een heel ander niveau en heel anders aanvoelt dan wanneer je ook het emotionele, het mentale en zelfs het energetische dan uiteindelijk bij betrekt. Nu, om een antwoord te geven op van het feit van ja, is oogcontact bij orgasme heel belangrijk? In die zin van, is het noodzakelijk? Nee, het is niet zo noodzakelijk. Het is een tool. En waarom ben ik er zo van overtuigd dat het niet noodzakelijk is? Omdat ik zelf gescheiden ben op dit moment van mijn tweelingvlam door de oceaan. Hij woont in Amerika, ik woon hier in België. En wij hebben er iets meermaals mogen ervaren dat dat oogcontact eigenlijk niet nodig is. Waarom? Omdat het gaat om de verbinding van ziel tot ziel. Dus het is energetisch. Je reist als het ware astraal. Je hebt er waarschijnlijk al wel van gehoord, van astrale seks of wat dan ook. Maar dat is dus wat er gebeurt. Je verbindt met energie. En in energie zijn we allemaal één. Kan je dan met iedereen tegelijkertijd seksen? Ja en nee, natuurlijk. Er zitten daar ook een aantal beschermingen op. En je kunt niet zomaar iedereen in zijn energieveld binnendringen. Maar dus in dit geval. Van daaruit weet ik dat het geen verplichting is, dat het niet noodzakelijk is. Maar waarom gebeurt het dat mensen wel vertellen dat het belangrijk is, oogcontact bij orgasme? Is omdat oogcontact eigenlijk die extra verbinding is, een extra gronding om te helpen bij connecties waar er eigenlijk geen oorspronkelijke zielsconnectie is, zoals bij tweelingvlammen, tweelingzielen of van die hele hoge soulmates. Waar dat die verbinding tussen mij en mijn tweelingvlam er wel is. Omdat onze verbinding, dus eigenlijk dergelijke verbinding zoals met tweelingvlammen, die ontstaan ook op een hele andere manier. Die ontstaan eerst energetisch, dan komt de mentale en de emotionele verbinding en op het laatst eigenlijk maar die fysieke verbinding. Terwijl bij soulmates zie je het vaak gebeuren dat eigenlijk de fysieke aantrekking ervoor zorgt dat zielen samenkomen. Maar wat? Met als doel, zoals ik het in de vorige video's al uitgelegd, met als doel om eigenlijk lessen te gaan leren. En van zodra dat die lessen geleerd zijn, dan kan het zijn dat die fysieke aantrekking verdwijnt. En daar is natuurlijk een handige tool om oogcontact te houden als een extra binding. Want inderdaad, wanneer je oogcontact houdt, dan is dat veel kwetsbaarder en veel opener dan wanneer je eigenlijk je ogen sluit en jezelf afsluit en alleen maar op jezelf gaat gaan focussen. Dus oogcontact is bij orgasme kan belangrijk zijn om de verbinding tussen het fysieke en het etherische, dus energetische, te maken. Maar dat gaat niet lukken als het niet bedoeld is dat die zielen ook niet op die manier verbinden. Dus ook daar kan je niks gaan forceren. Je kan het wel gaan gebruiken. Je kan het gebruiken om je relatie meer kracht te geven, om opener te worden naar elkaar, om opener te worden naar jezelf in eerste instantie. Want van zodra dat eigenlijk helemaal open en ruw bent ten aanzien van een andere partner, of van je partner bedoel ik dan, niet een andere, maar iemand anders en dus je partner, dan ga je merken dat dat op zich een heel proces in gang brengt. En dat maakt dat seksuele contacten zo krachtig kunnen zijn. Maar ook hier is het belangrijk dat je natuurlijk dan daar echt eerlijk en open in bent.
Want het is zo, mannen of vrouwen die geen orgasme kunnen krijgen, of om gelijk welke reden, dan is het vaak omdat die zich niet veilig genoeg voelen bij die andere partner. En dan raad ik altijd aan mensen die met mij samenwerken, om eerst die intimiteit en die veiligheid en die geborgenheid eerst bij jezelf te gaan vinden. En van daaruit kan je dan stap voor stap weer gaan openen naar een partner. Maar daar gaat nu deze video niet over. Als je dat wil, kunnen we dat wel in een volgende video eens bespreken. Maar dus, is oogcontact bij orgasme heel belangrijk? Ja en nee, het hangt echt, het is niet noodzakelijk, zeker niet bij tweelingvlammen, want daar is net het energetische meer belangrijk en eigenlijk het belangrijkste om in eerste instantie te gaan versterken, die band gewoon krachtiger te maken en eigenlijk voornamelijk als man en vrouw daarop te gaan vertrouwen. En bij mensen waar dat je die energetische connectie niet van nature uit hebt, dan kan het inderdaad helpen om die verbinding tussen jou en je partner te gaan versterken. Maar het is dus niet noodzakelijk. Zo, ik hoop dat dat wat meer inzichten mocht brengen aan jou. Heb je zelf ook dergelijke vragen of andere vragen met betrekking tot spiritualiteit, bewustwording, het werken met energie, seksuele alchemie, wat dan maar ook dat in je opkomt, dan hoor ik het graag van jou. Morgen. staat op de planning om een video op te nemen rond het proces tussen een tweelingvlammen, dus tussen de mannelijke en de vrouwelijke energieën, om daar ook een stukje dieper op in te gaan. Maar dat was het voor vandaag. Ik wens je alvast een fijne week. En weet, geniet gewoon van alles wat je het leven je te bieden heeft. En is een orgasme met oogcontact, so be it, is het zonder, ook so be it. Zo, tot in de volgende. Dag!